Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een lage drukgebied boven Frankrijk zorgt voor wolken en neerslag in onze omgeving. Dit lage drukgebied maakt koers richting het oosten van Europa en maakt uiteindelijk plaats voor een hoge drukgebied in onze omgeving, waardoor we komende nacht en ook morgen geregeld opklaringen krijgen. Dit hoge drukgebied zorgt er ook voor dat storingen vanaf de oceaan op afstand blijven en dat we uiteindelijk in een zuidoostelijke stroming terechtkomen waarmee warme lucht onze kant wordt aangevoerd. Maar die warme lucht die is licht onstabiel, waardoor we in de tweede helft van het weekend en kort na het weekend misschien te maken krijgen met een aantal lichte buien. Op de satellietbeelden is op dit moment de storing goed te zien met het lage drukgebied boven Frankrijk. Het lage drukgebied zorgt voor flink wat wolken in vooral het zuidoostelijk deel van Nederland. En ook wat regen. En in een brede strook over Frankrijk, België en Duitsland kan flink wat neerslag vallen. Want binnen die lijnen zijn er neerslaghoeveelheden mogelijk door talloze buien van misschien wel 50 mm of lokaal zelfs wel meer. Maar vanavond dan trekt die storing weg. Het wordt geleidelijk aan overal droog. Op de meeste plaatsen zijn nog wel wolken aanwezig, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer opklaringen onze kant op. Het is nog wel zacht met temperaturen rond de 7 graden en de noordoostenwind die is meest matig van kracht. Vannacht breiden de opklaringen zich dan wat verder over het land uit. De meeste opklaringen in het noordwesten en noorden van het land. En misschien dat het in het noorden van het land nog wel lokaal tot vorst gaat komen. En daarbij kan ook nog wat nevel of mist ontstaan. De noordenwind die blijft wel doorstaan en is meest matig van kracht. Dus echt mist op uitgebreide schaal, dat verwachten we niet. Maar lokaal wat nevel of mist is dus niet uit te sluiten. De meeste bewolking dankzij die storing nog steeds in het zuidoosten van het land. Morgen is het dan overal droog en wisselend bewolkt. De temperatuur alweer een stuk hoger dan vandaag met maxima zo tussen 10 en 13 graden. De noordoostenwind die draait geleidelijk aan wat richting het oosten, neemt in de loop van de dag wat in kracht af, maar blijft grotendeels matig. En dan kunnen we ons gaan opmaken voor een weekend met hogere temperaturen en vooral op zaterdag ook nog behoorlijk wat zon. Want op zaterdag draait de wind naar het zuidoosten en dan wordt die warme lucht onze kant op gevoerd. Met dan temperaturen 14 graden in het noordwesten en op de Wadden tot lokaal misschien wel 18 of 19 graden in het zuidoosten van het land. Daarbij is er vrij veel sluierbewolking aanwezig, maar zijn er ook zeker flink wat perioden met zon. In de nacht naar zondag kan er misschien lokaal een enkel buitje gaan vallen in met name het zuidwesten van het land. Maar zondag overdag zijn er ook nog gewoon perioden met zon, afgewisseld met wolkenvelden. En wordt het nog een graadje warmer dan op zaterdag met misschien in het zuiden en zuidoosten lokaal wel 20 graden als de zon er goed bij komt. Vanaf maandag dan neemt de wisselvalligheid wel toe en kunnen er meer buien gaan vallen. De temperatuur dan nog steeds wel aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Met zo'n 17 tot lokaal wel 20 graden. En dan de wind die iets verder naar het zuiden draait en nog steeds matig van kracht is. Die hoge temperaturen van dit weekend die zijn goed te zien in de pluimgrafiek met de bult met de piek op komende maandag. De hoogste temperaturen die worden dan op zondag en maandag verwacht. In de loop van volgende week dan moet de temperatuur helaas steeds een stukje bij beetje gaan inleveren met nog maar 12 graden richting komend weekend. Het blijft licht wisselvallig na maandag met zo nu en dan een enkele bui. Echt extreem weer wordt zeker niet verwacht. Er zijn zeker nog perioden met zon en heel erg koud wordt het dus niet. Mijn naam is Wilfred Janssen van Weerplaza.nl.